begint het, hè, het avontuur. Dan begint het pas echt. Als je naar de dokter toe wil en je hebt geen geld, dan heb je pech. Dan heb je gewoon echt pech, want zonder geld word je niet geholpen. Dan wordt er naar gekeken en dat is het. Ik was vorige week toevallig even bij de dokter, omdat ik last van mijn voet had. En toen kwam er iemand binnen, die hadden ze met een manchette helemaal toegetakeld. Die lag dus echt helemaal open. En de eerste vraag wat ze stelde, heb je geld? Nee, dan kunnen we je niet helpen. Die is niet geholpen? Die is dus niet geholpen, jongen. Op deze afdeling waar ik nu zit, daar zitten we met 130 man. Dat is normaal voor 80 personen. Die worden daarin opgesloten. De bewakers gaan weg en die zie je pas vanavond weer terug. Dus je kan elkaar in die tussentijd kan je elkaar afmaken. Dat is natuurlijk het levensgevaarlijke leven hier. Ik zie dat je hier ook een snijplank hebt met een mes. Ja. Maar er mogen toch helemaal geen messen in een gevangenis aanwezig zijn? Nee, dat mag ook niet. Als er ook bewaking binnenkomt, dan worden ze ook wel in beslag genomen. En dan kan je hem later terugkopen voor $5. Maar in principe heeft ieder cel 2 of 3 van deze messen. Voor vlees te snijden of groenten te snijden. Want we koken zelf hier. Want het eten is hier niet te eten. Behalve als je helemaal geen geld hebt, dan ben je aangewezen daarop. Maar wij hebben hier messen in overvloed. Veiligheid, die is er niet. Je hebt het zelf wel gezien toen je binnenkwam. Mensen, de ratten die op het dak staan. Ze noemen dat ratten. De hele dag smeken voor geld. Buiten lopen met messen. Loop je gewoon met messen en pistolen rond. Er is geen veiligheid. En ik had ook gehoord dat zelfs lepels gevaarlijk kunnen zijn. Lepels slijpen ze de punt. Tot zo scherp als dit. Buigen de lepel om. Dan hebben ze een greep en dan is het stevig. Het is elke dag vreselijk oppassen. Met wat je doet, wat je zegt. Vooral geld leren. Je wel de ander die dreigt, maar je hebt er wel iedere dag mee te maken. En je ziet het iedere dag gebeuren met collega's. Dat is doodeng.